De acties bij de douane zijn per vandaag 11 februari onder voorbehoud opgeschort en de werkzaamheden zijn hervat. De algemene ledenvergadering van de douanebond komt op woensdag 23 februari weer bij elkaar om de vorderingen over de onderhandelingen met de overheid te bespreken, zegt bondsvoorzitter Joyce de Vlucht. De ALV besloot tot opschorting en geen opheffing omdat zij niet content is met de inhoud van het opgevraagde conceptdocument betreffende de taakstelling en bevoegdheden van de werkgroep. Het eerste exemplaar, welke door financiënminister Achai Bersing was overhandigd, is slechts een gedeeltelijke conceptdocument waarover de douaneambtenaren eerst meer toelichting en aanpassingen willen. Verder is gevraagd dat de datum van inwerkingtreding van de werkgroep, namelijk dinsdag 15 februari aanstaande, tot nader orde wordt aangehouden. Tot dan vindt er zoals afgesproken geen invulling plaats door de bond. Minister Achai Bersing is intussen hierover geïnformeerd door de douanebond en hij heeft aangegeven het bestuur te zullen uitnodigen voor een vervolggesprek. Met betrekking tot de rechtspositionele zaken zijn er afspraken gemaakt en termijnen afgebakend ter afhandeling van deze zaken, verdeeld over termijnen van 2 weken tot een maand na vandaag. Een vervolggesprek hierover met de bewindsman is gepland voor donderdag 10 maart 2022.